Ja, soms is het tijd om afscheid te nemen van voorwerpen zoals deze, dit oude vliegtuig. Of daar op het dak nog een oud passagiersvliegtuig. Allemaal afgeschreven, want te oud. En Zero Motorcycles, een motorfietsfabrikant uit Californië, die wil ook dat we eigenlijk afscheid gaan nemen van de bekende motorfiets met verbrandingsmotor. En dat doen ze eigenlijk al sinds 2013 met elektrische motorfietsen. En hier hebben we er een aantal. We zijn op pad met de Zero SRS, dat is de versie met kuip. En de Zero SRF, dat is eigenlijk de naked versie. Beide motoren delen dezelfde techniek, ze staan op hetzelfde platform. Ja, en de grote vraag, moeten wij als motorliefhebber nu een motorfiets met benzinemotor laten staan en kiezen voor een elektrische motorfiets? Nou, in deze video gaan we je vertellen wat je over deze elektrische motorfietsen van Zero Motorcycles moet weten. Ja, Zero Motorcycles was er eigenlijk al heel erg vroeg bij. Zoals gezegd, in 2013 begonnen ze eigenlijk al met de ontwikkeling en productie van volledig elektrische motorfietsen. En hoe komt dat? Nou, ze zijn gevestigd in het zonovergoten Californië in de Verenigde Staten. Ja, en daar pusht de overheid enorm op emissievrije voertuigen. En dus zag Zero Motorcycles daar een markt om bijvoorbeeld elektrische motorfietsen te gaan produceren. Nou, dat idee is uitgewerkt, dat is internationaal uitgewerkt. Zodoende dat Zero Motorcycles ook voet aan wal zetten in Europa. Want ook in Europa willen we die emissieuitstoot, eigenlijk de uitstoot van CO2, zo snel mogelijk naar beneden drukken. Zo snel mogelijk drukken. Nou, Zero speelt daarop in, alleen maar met volledig elektrische motorfietsen. We zijn er met twee op pad, zoals gezegd, de SRS. En de SRF. Nou, de SRS is eigenlijk de versie met kuip, een sport touring machine. En ze delen eigenlijk de techniek. Dus de SRS en de SRF, die staan eigenlijk op hetzelfde platform eigenlijk. Waar hebben we mee te maken? Nou, de elektromotor, die is volledig in eigen huis ontwikkeld. Die ligt hier. Die is ook heel mooi afgewerkt. Een soort van koperkleur, om te benadrukken dat je met een elektrische motor onderweg bent. En dat blok, dat is eigenlijk niet het goede woord, maar deze elektromotor die levert 110 pk, dus ongeveer 81 kW. Maar elektromotoren hebben natuurlijk een sterk kenmerk dat ze instant koppel leveren. Nou, deze elektromotor, de zogeheten Z-Force elektromotor, door Zero ontwikkeld, die levert liefst 190 Nm aan trekkracht. Nou, 190 Nm, dat is voor een motorfiets echt bizar veel. Om even een idee te geven, een Triumph Rocket 3R, die heeft 221 Nm, maar die heeft dan ook wel 2,5 liter slagvolume en die heeft daar ook 3 cilinders voor nodig om tot dat koppel te komen. En deze compacte unit, deze compacte elektromotor van Zero, die Z-Force elektromotor, die levert dus al 110 pk en 190 Nm. Nou, gelukkig heb je diverse rijmodi om als het ware dat vermogen te reguleren. Want je kunt kiezen uit Rain, je kunt kiezen uit Street, maar ook uit Eco en uit Sport. Nou, in Sport, als je daar de stroomhendel, in dit geval de gashendel, ik noem maar gewoon even de gashendel, dan zien we iedereen duidelijk, de gashendel vol open draait, nou, dan komt er een acceleratiekracht vrij, dat wil je niet weten. Dat is natuurlijk het leuke aan een elektrische motorfiets. Je bent altijd super vlot weg. En je hebt alleen rechts een rem, je hebt geen koppeling, ook links geen rem. Dus gewoon hier, gas, remmen. Eventueel nog cruise control, dat heeft hij eventueel ook optioneel. Maar eigenlijk is dat het. Je geeft gas en je laat hem weer uitrollen. En dan wint deze motorfiets ook nog energie terug door middel van regeneratieve remmen. En hoe zit het dan met die actieradius? Nou, beide machines die we hier bij ons hebben, die zijn voorzien van een 14,4 lithium-ion batterijpakket. Nou, Zero heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt om die batterijtechnologie echt steeds meer te ontwikkelen. Die is ook steeds beter geworden. Dus de eerste, de Zero modellen, dus bijvoorbeeld de S of de DS, die hadden een beperkte range. Maar bij deze SRF en deze SRS is dat al sterk verbeterd. En sterker nog, moet je maar eens even op de boordcomputer kijken. Deze geeft met een state of charge van 87% nog steeds een actieradius meer van 262 kilometer. 262 kilometer. Nou, dat is echt wel riant voor een motorfiets. Dat staan voor een benzine motorfiets, maar ook voor een elektrische motorfiets. En hoe komt dat nou? Ja, deze Zero motorfietsen zijn eigenlijk perfect gemaakt voor gebruik in de stad. En dan rij je het liefst ook nog in de eco-modus, dus met beperkt motorvermogen. Want dan is die elektromotor in combinatie met dat lithium-ion accupakket zeer zuinig en kun je dus zeer grote afstanden afleggen. 262 kilometer, dat vind ik persoonlijk echt heel indrukwekkend. Maar dan moet je natuurlijk niet harder rijden dan ongeveer 50, 60 kilometer per uur. Want op de snelweg, dan gaat het natuurlijk het energieverbruik al aanzienlijk omhoog. Maar
Zero geeft op papier ongeveer 190 km gecombineerde range op. Dat is natuurlijk ook al best wel goed. Maar ja, als je deze machines dus vooral in de stad rijdt, nou, dan lach je iedereen uit. Want dan hoef je hem eigenlijk nooit aan de lader te hangen. Dus stel je woont 20 km van je werk en je moet in de stad zijn. Nou, dan kun je op één acculading misschien wel een hele week rijden. En dat is natuurlijk best wel interessant in de wetenschap. Dat zo'n elektrische motorfiets weliswaar duurder is in aanschaf. Maar ook aanzienlijk goedkoper is in onderhoud. Want je hebt natuurlijk geen slijtageonderdelen. Je hebt gewoon een elektromotor, een batterij. En dat is het. Overigens krijg je op deze motorfiets 2 jaar garantie, fabrieksgarantie en 5 jaar garantie, onbeperkte kilometers op het accupakket. Dus daarmee geeft Zero eigenlijk aan dat ze toch wel, ja, zeker zijn van de technologie die ze gebruiken. Dus mocht er iets aan de hand zijn, dan kun je dat altijd nog gewoon, ja, netjes laten oplossen door Zero. En bij deze variant met kuipwerk, dus de SRS, ja, valt het accupakket natuurlijk een beetje weg. Dat zit achter deze, ja, aerodynamisch gevormde kuip. Ziet er ook wel mooi uit. Sowieso is dat front heel erg simpel, eigenlijk heel clean vormgegeven. Je hebt hier een heel strak element met hier wat koplampen. Dat ziet er allemaal wel heel erg leuk uit. En dit element, dat is helemaal dicht. Bij een benzineversie zit hier natuurlijk de radiator. Bij deze elektromotorfiets is het gewoon helemaal dicht. Dus het ontwerp van deze Zero is heel erg clean. En deze SRF, dus de naked variant, ja, die ziet er dan meteen weer wat ruiger uit. Je ziet eigenlijk de componenten nog lekker goed liggen. En je zou bijna zeggen, deze machine heeft gewoon een benzinemotor. Maar dat is natuurlijk niet, want een uitlaat ontbreekt. En hier heb je dus ook dat 14,4 kWh lithium-ion accupakket met dezelfde elektromotor dus, 110 pk. En 190 Nm aan trekkracht. Nou, de zithoogte dan. Hoe moet je deze machines typeren? Ik zal allereerst even op deze naked variant gaan zitten. De zithoogte is bij beide machines gelijk. Dus 787 mm, 787 mm. Dat valt op zich best wel mee. Met mijn lengte van 1,85 kun je daardoor ook gewoon keurig zitten. Sterker nog, mijn knieën die staan zelfs nog in een soort van gebogen houding. Dus ja, die zithoogte, je zit er gewoon heel erg comfortabel op. Dus als je van gas geven en je gaat vooruit. Actieve zithouding, lekker comfortabel. Je hebt hier ook weer cruise control. Over die cruise control gesproken, hier zit dan dat knopje. Die moet je dan eventjes ingedrukt houden om hem te activeren. Maar je kunt niet, zoals bijvoorbeeld bij een benzineversie, dan even het gas terug doen om te annuleren. Nee, je moet weer eventjes de rem indrukken of het knopje zelf indrukken. Tot zover deze SRF. Gaan we even op deze SRS zitten. En dan merk je eigenlijk dat er niet zo heel erg veel verschil is. Wel in sturen, want deze SRF, dus de naked variant, ja, die stuurt aanzienlijk sportiever, aanzienlijk lichter. En is eigenlijk wat mij betreft ook de leukere motorfiets om op te rijden. Maar goed, deze sporttouring machine heeft natuurlijk, ja, aerodynamisch kuipwerk. Dus die is net weer wat stiller. Je hebt ook een mooi ruitje hier. Dus dit is misschien wel echt de tourmachine. Alleen stuurt deze, in ieder geval dit specifieke exemplaar, stuurt wel wat zwaarder. Dus dit is eigenlijk het meer bochtenmonster. En dit is meer het tourbroertje eigenlijk. En over gewichten gesproken dan, want ja, een batterij is al heel erg zwaar. Dus dan ga je verwachten dat zo'n machine misschien wel 300 kilo weegt. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. En natuurlijk is deze touring variant zwaarder ten opzichte van zo'n naked, want er zitten natuurlijk ook meer spulletjes op. Maar het gewichtsverschil valt eigenlijk best wel mee, slechts 9 kilogram. Want deze machine weegt rijklaar 229 kilogram en deze SRF, dus de naked, die weegt 220. Maar je kunt er natuurlijk ook nog een optionele snellader bij bestellen. Dus dan heb je een iets krachtige onboard lader. Die zit dan hier verstopt. En ook hieronder, moet ik even het sleuteltje pakken. Dan open eventjes. En normaal heb je hier wat opbergruimte, maar hier kun je natuurlijk ook nog eventueel je telefoon opladen. Als je dat doet, dan gaat hier wel die opbergruimte verloren. En heb je hier 2 USB-punten om je telefoon bijvoorbeeld op te laden. Maar je kunt hem dus ook met een snellere onboard charger bestellen. Nou, doe je dat, dan weegt hij ook weer wat meer. Dat kost ongeveer 5, 6 kilogram meer. En dan weegt deze machine 226 kilogram. Maar ja, normaal gesproken met de normale lader aan boord zit je dus op 220. En dat is eigenlijk wel te vergelijken met bijvoorbeeld een Suzuki GSX S1000. Die zit op 215 of 214 kilogram rijklaar. Dus dat gewichtsverschil ten opzichte van een, ja, benzine en een elektrische motorfiets, dat valt eigenlijk best wel mee, moet ik zeggen. De prijzen dan, de Zero SRS, dus de versie met kuip, die is er vanaf €21.900. En wil je dan de premium versie, dus met de snellere onboardlader en ook nog wat extra's zoals cruise control, ja, dan betaal je alweer €24.140. De naked versie, de Zero SRF, die is er vanaf €21.140. En daar geldt ook weer een meerprijs voor de premium. Die is er vanaf €23.380. En dan heb je ook dezelfde extra's, dus ook een snellere onboardlader. Geen 3 kW,
maar 6 kilowatt. Ja, aanzienlijk duurder dus in aanschaf, want tel maar even na, 21.000 euro of een krappe 24.000 euro voor een fully loaded Zero SRS of SRF. En dat is natuurlijk best veel geld, ook voor de beginnende motorrijder. Maar ja, daar staat wel tegenover dat je supersnel bent in het verkeer, je ook niet al te veel hoeft te laden als je maar heel erg veel in de stad rijdt, en dat je ook flink kunt besparen op onderhoud. Want zoals gezegd, ja, een ketting smeren, dat hoeft in dit geval niet, want je hebt hier gewoon een koolstofvezel riem en die drijft het achterwiel aan via deze elektromotor. En echt slijtende onderdelen heb je ook niet, want je hebt geen zuigers, je hebt geen cilinders, geen olie wat je bij hoeft te vullen. Dus je bespaart ook aanzienlijk op onderhoud, maar dat is natuurlijk wel een lange termijn verhaal, want dan moet je zo'n machine echt wel een aantal jaar rijden om daar winst mee te halen. Voor nu is deze machine eigenlijk vooral geschikt voor iemand die elektrisch rijden omarmt, die het milieu een warm hart toedraagt en die een elektrische motorfiets eigenlijk wel heel erg leuk vindt om op te rijden. En ik kan je vertellen, elektrisch rijden op een motorfiets is ook heel erg leuk. Echt ontzettend leuk zelfs, want dat instant koppel, dat is heel erg verslavend. En het is niet zo dat je niet met geluid onderweg bent. Want stel je geeft vol stroom, vol gas, dan hoor je ook daadwerkelijk wel de elektromotor. Een hoog gezoem hoor je dan. Dus ja, je hebt niet echt het motorgeluid van een 3-cilinder, van een 2-cilinder, van een 4-cilinder die richting de 12.000, 13.000 toeren gaat. Echt fantastisch natuurlijk voor het gehoor. Nee, dit is echt een ander verhaal. Maar aan de andere kant ook wel een heel erg leuk verhaal. En een verhaal dat past bij de toekomst. Want in de toekomst moeten we misschien allemaal wel aan de elektrische motorfiets. Misschien wordt de benzinemotor voor een motorfiets wel verboden. Ja, en dan kun je dus nu al, eigenlijk al sinds 2013, 2014, bij Zero Motorcycles terecht voor de aanschaf van een elektrische motorfiets. En je kunt merken dat ze al die jaren niet stil hebben gezeten, want deze machines ten opzichte van die eerdere Zero modellen, dat is al echt een wereld van verschil. Dat was in een notendop eigenlijk alles wat je nu moet weten over deze Zero SRS en de Zero SRF. Wil je nog veel meer weten over deze elektrische, middelzware naked en sporttouring machine van Zero Motorcycles? Check dan vooral het complete verhaal op motorrij.nl. En vond je deze video leuk en deze twee Zero modellen tof? Geef deze video dan vooral eventjes een duim omhoog. En vergeet je natuurlijk ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Voor nu, heel erg bedankt voor het kijken en graag tot de volgende video.